Het aantal gezinnen dat noodgedwongen bij de voedselbank Doetinchem aanklopt... is binnen twee jaar met ongeveer 30% gestegen. Opvallend is wel dat de vraag in Bronckhorst juist is afgenomen. Sterker nog, het is gehalveerd van 50 naar 24 gezinnen. Over de reden tast de voorzitter in het duister. Misschien dat er toch heel veel mensen elkaar helpen. En ja, dus onderling solidariteit. Maar ja, ik... Ik heb er geen verklaring voor. De armoede is natuurlijk in zijn algemeenheid op het platteland veel minder. Ondanks de positieve geluiden in de plattelandsgemeente... is de noodzaak van de voedselbank groot... en blijft bestaanszekerheid volgens Perenboom een belangrijk thema. Maar als je het vergelijkt met twee, drie jaar geleden... Is het percentage klanten echt wel 20-30 procent hoger? Dus het is niet zo dat de armoede afneemt. Integendeel, er is op dit moment meer armoede dan een jaar of twee, drie geleden. Ook al zeggen landelijke statistieken, het CBS, die, die weer spreekt dat, maar als je de mensen in de praktijk spreekt, dan blijkt er echt veel meer, ja, veel lastiger te zijn om, en, en moeite de mensen hebben om rond te komen. In de feestmaand december, wanneer de voedselbank de gezinnen die het nodig hebben een extraatje geeft. naast de levensproducten, hebben ze traditiegetrouw over het aanbod niks te klagen. Heel veel enthousiaste mensen die speelgoed komen brengen. Nou, jullie hebben het net binnen kunnen zien, zomaar zeggen. <laughs> hoeveel speelgoed er daar klaar staat voor onze klanten. En, en, en kleding, ja, ze komen van alles en nog wat brengen. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Ook de lokale Lions Club, een groep mensen die goede doelen helpt, schiet de hulp. Op verschillende plekken in Bronkorst samelen ze Douwe Egbetswarenpunt in. Zo kunnen ze koffie kopen voor het goede doel. Ik denk dat ze het zeker nodig hebben. En dan mag koffie een luxeartikel. Maar het is toch zo standaard ingebed in de Nederlandse maatschappij dat je een kopje koffie uh, op zijn tijd. En dat je dat ook aan mensen uh, toeloopt komen. Want dat zal misschien als een van de eerste zijn, vrij duur, dat het afvalt. En dat op deze manier mensen via een aantal pakken per jaar. Toch nog de koffie krijgen. Met de recente verkiezingsuitslag hopen ze bij de Voedselbank op een verandering in de noodzaak. Maar dat is voorlopig koffiedik kijken. Er is nog een hoop te doen. Maar ik hoop dat de bestaanszekerheid toch ook hoog op de agenda staat bij het kabinet in de toekomst. Zodat we een keer kunnen zeggen, ja, de Voedselbank is niet meer nodig. Maar voorlopig nog wel.